Hallo, hier Link 2155 en welkom terug in een nieuwe aflevering van PES 2019 met de wedstrijden van PEC Zwolle. Vandaag hebben we Willem 2 op programma. Willem 2 is met een goede reeks redelijk bezig en zijn al aardig gestegen naar de 11e plek in de ranglijst, terwijl ze vrij onderaan stonden. Wij hebben nog een beetje hangende burger met links en rechts wat wedstrijden dat we toch nog wat moeite mee hebben. En vandaag moeten we wel een twee even onderuit proberen te halen. En zorgen dat we zo dicht mogelijk bij Feyenoord en Ajax blijven. Feyenoord staat nog met een paar puntjes boven ons en die staat geloof ik eerst eens in de ranglijst. En Ajax staat tweede en wij staan derde. Dus we moeten zorgen dat we PSV en de hele Reutemeteut onder ons blijven staan. Onze strategie is eigenlijk gewoon hetzelfde. Gewoon zorgen dat we goed blijven voetballen, balletje rond, goed rond laten gaan, zo min mogelijk conditie verliezen. En zorgen dat we zelf gaan scoren natuurlijk, uiteraard. Dat is uiteraard de bedoeling. Het middenveld is wat aan de verzwakte kant. We hebben niet onze meest sterkste opstellingen op het middenveld staan, want er zijn spelers die verkocht zijn. Dus dat is een iets mindere fase dat we dat gewend zijn uiteraard. We hebben ook bijna eigenlijk geen centrale middenvelders meer. Dus we zijn druk op zoek ook nog even weer wat naar nieuwe middenvelders om binnen te halen. Hooguit halen we die nog wel even uit die jeugdafdeling. Het grootste deel komt eigenlijk ook wel een beetje uit de jeugd. Voorin hebben we gewoon Carlsen, Guyos en Kalulu. En op middenveld hebben we onze nieuwe... hij is dan niet het nieuws. Hier zullen we dan staan op verdediger van het middenveld, Hetschik. Junion Xu. Zeg maar helemaal niks. Het zal wel een jeugdspeler zijn. Nou, de linksbeek hebben we Riveros. Daar volgt ons Mosjevic. En daarna Arnason. En dan gevolgd door Koryasa. En uiteraard op doel staat De Boer. Dat is dus de basisopstelling waar we vandaag mee gaan starten. En dan hopen we dat we deze dus rond gaan krijgen. Aanvoerder weet ik nog niet. Wie is ons eigenlijk aanvoerder? We spelen naar voren. Weet ik eigenlijk niet eens. Wie is ons aanvoerder? Guyos? Nee, ik wil eigenlijk onze middenvelder wil ik eigenlijk als aanvoerder hebben. Dus huppakee. Ik bepaal wie aanvoerder wordt, jullie niet. Goed. Nou, omdat we dat in ieder geval weten, gaan wij dus naar het veld toe en we gaan zien wat deze wedstrijd ons vandaag te bieden heeft. Uiteraard proberen wij zelf natuurlijk mooi deze wedstrijd binnen te halen. Willem 2 vrij lastig, in ieder geval ook in, ook in werkelijkheid. PEC Zwolle nog wat moeilijk met Zwolle. Well, a very good evening to you on what is pretty close to an ideal evening for football. There is barely a cloud evident. The world and his wife have gone to great lengths to be here for a match of great consequence and massive interest in these parts. Barely a breath of wind, so the football has no excuses for not being at its very best. The teams I know are pumped for this. They are fantastic scenes in the stands. There is a great sense of drama here, a great sense of excitement and expectation. Well, this really is a great venue. It adds so much character to every game it stages. According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check, it'll be 4-5-1. And it's all to do with whether you've got the ball or not. And the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a five across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. The action has already started. Zwolle were imperious when the two sides last met, and the fans are asking for more of the same. Gets into some space. Great run this, he's covered quite a distance. Great leap! Oh, just needed a better contact. Oh, that's a real disappointment as well after he worked so hard to just get into position and get on the end of that in the first place. A lot of effort for very little reward. And the kopbal die gaat er eigenlijk ook om net langs. We hebben natuurlijk ook heel veel nieuwe spelers binnen de linies gekregen.
tries to dink it in. Oh, going through. Dat is iemand die zich eventjes behoorlijk... More than happy to take the muscular approach. Played out to the right, played back in, and it's hoisted clear. It's a throw in. Puts it into the middle. He's dealt with that well. Away from immediate danger. Voila, have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Is it in? That was venomous. Well, die had wel wat meer mee mogen, dan ben ik eigenlijk bang voor. Kijk goed weg, maar de schot is even iets zalteloos. Plays it out wide. Dangerous looking ball, and it's come to nothing. Zvola keep the ball, but can't do anything meaningful with it. He's got away, goes for goal. He's delivered all right. Maar die verdediger me daar toch even geen behoorlijke hoop daar bij Willem II. Really outwitted one on one. Once more, he gets the better of the keeper. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Nou, ik had wel hele wilde plannen, maar... Wat ging die verdediger daar behoorlijk de fout in? Om neus even te snuiten. Voila, get themselves into the lead. Yeah, and they know there's plenty of work left in this one, Peter, before they can actually say that the job is over. It's come loose. And now they can launch a counter. Lobs it in gently. Great ball and the finish! Great ball to play him in, but he will be gutted to miss that. Beautifully worked to take the defense out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Anita just brushed off the ball there. And the defense got the better of him this time, but I'm sure he'll go again. Loose
loose ball. Who's going to get there? Back into the middle. There's the cross. Hits one! Plenty of moving targets to pick out in the box. Obviously increases your chances of the ball being met like that by someone. Als die erin legt, dan was het een heel mooi doelpunt geweest. Özbilis. Well, it did look promising to start with, but in the end they were thwarted before they could even make it into the final third. Zvola have suffered lapses late in the first half of late. Hoping things will be different here. Looking for space out wide. And he just whacks it away. Shit. There was nothing on the plan. Out wide to the right. Ball has crossed the line. It's a try. Oh, have a look at that. Hardly anything between the sides, and it's 1-0. Half is done. So there you have it, a close fought half of football, but one that still had its moments, but ultimately produced just one goal. A more than decent game up to now. Well, that certainly pleased the fans, and the players are definitely happy with that scoreline. The question is now, can they protect it? Zvola, nou, we kunnen verdedigen, want op zich hebben wij nog niet zo heel veel fouten gemaakt, ook niet in de basis. Er zijn wel wat pasen die, nou één paas dat je denkt van nou wat moet je daarmee? Nou de rest is een beetje voorzetten, nou die komen niet helemaal nog lekker aan op de hol van de vallen. Jezus. Willem 2 heeft eigenlijk wat dat betreft weinig voor te zeggen. Achterin hebben ze ook vrij weinig te doen, dus dat is al een heel goed teken. Nou, we gaan eventjes kijken naar de strategie. Even zien hoe het ervoor staat. Nou, we hebben ook heel veel, eigenlijk heel weinig energie hoeven te verspillen aan de aanval. Nou, we hebben een beetje geluk gehad dat we dus ook eigenlijk een fout van Willem II, dat het onze rechtervoet ingespeeld wordt, in ieder geval bij Kalulu. Nou, dat is onze voordeel ook wel weer geweest. We hebben ook wel kansen gehad. Carlsen komt tot wat kansen, alleen we maakt het ook nog niet helemaal doeltreffend waar. Nou, voor de rest op zich gaat het best wel goed. Dus we gaan eigenlijk gewoon met de tweede helft lekker weer verder. En we zullen zien wat het verder de tweede helft gaat bieden. Here we go again. A solitary goal. That has been the crucial difference. Looks to thread it through. Turns and goes back. Willem Twee, very impressive in their last outing and brilliantly orchestrated by the manager. Yeah, he had a problem, but he was confident he had the players to fix it. And his willingness to take risks is what I liked. And that worked an absolute treat. And it's got through. He's left his man. And he's got the ball glued to his feet. Can he finish? Well, to put it this way, he's probably made better decisions. I feel that I'll try. Plays it out to the wing. Anita.
Oh, well played. He's taken that really cleanly. Özbilis. Play for a throw. And it's Anita. Cuts it out. And here's the chance to counter. Dicks one in. A hele slechte paas, hè? De uitbraak is een beetje aan de beroerde kant, zo. That's offside, yes it is. Ja, nogal. I thought he might just get the benefit of any doubt then. Daar gaan we maar niet verder over terug, dat is gewoon inderdaad een radicale bijspel. Relax, relax. And it's not hit its target. This defence just doesn't trust itself to play a higher line. Frighten the people getting in behind. Yeah, absolutely. It just opens up the opportunity of not only strikers getting behind, but the runners from midfield too. Big chance here! Pushes it out wide. It's a loose ball. There are a few waiting for it. That is terrific skill. Knocks it away. Back. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Tries to get it forward quickly. Breaks on here. Oh, come on, verdediger. So now we're going to get those changes we have been expecting. He's made sure that that won't get through. Ball's loose. Who's getting there? Oh, so dangerous. Willem Twee showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. Well, hitting hope is just about the sum of it, isn't it, Jim? Just has to be done. And he's going long. He's got rid of that. Spoller are looking to make this one safe. They want to reduce the risk. He's one-on-one, surely! Peter, they have to fight the onset of desperation and keep enough cool. Has a swing at it! Oh, but that could come back to haunt them. When it needed something decisive, he showed too many mixed signals. Willem Twee making consecutive changes here. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Wat dat betreft, dus we gaan even voorin, gaan we even een wissels plaatsen en we gaan er eentje op het middenveld plaatsen. En ik denk dat het verstandig is om onze vriend daar, die er even uit te halen en daar even Kenning even voor op zijn plaats neer te gaan zetten. Nou hadden we nog één wissel over, die gaan we natuurlijk ook even verbruiken. Ik weet, normaal gesproken speel je daar niet, maar hey, we doen het toch vandaag eventjes. Dat we in ieder geval daar weer de bal een beetje weer geconcentreerd voorin kunnen halen. To be done. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they?
attempts to play it through. Battles to win it back. Spola certainly don't need to overcommit now. Their priority lies further back. Played into space out wide. Well, it remains to be seen whether they can come up with that little bit of class to rescue the situation. And it needs to be any time now, really. Just a few more moments for them to hang on. He's there to get rid. And that is it. The referee has seen enough. Voila, hold on. It's a narrow squeak, bit of luck, some judgment. 1-0 the score at the final whistle. Yeah, clean sheets and hard grind will help you go places, and they have a resolve that'll envy many. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. Nou, het was nou weer niet zo'n heel hoogstaande potje voetbal, maar op zich verder op ze hebben wel wat kansen weten te creëren, alleen niet weten af te wandelen. Dat ontbreekt het nog wel behoorlijk in ons team. Deze is dan wel weer netjes afgemaakt, maar ja, goed, kun je zo'n bal missen. Maar ook dat kun je gewoon missen, dat is uiteraard wel vandaar natuurlijk. Nou. Kalulu heeft dus onze matchwinner natuurlijk. Maar ja, die heeft uiteraard gescoord, dus automatisch krijgt hij de hoogste aanbod. Voor de rest, nou, lieten we de tweede helft nog wel een beetje na voor wat we dus in de planning hadden uiteraard. Maar conditioneel zijn wij daar wel een beetje wat op vooruit gegaan. Deze had trouwens eigenlijk ook naar mijn mening wel mogen zitten. Maar goed, hey, uiteraard komt dat allemaal wel ten goede. We hebben de 0 weten vast te houden, dat is het meest belangrijkste. Mooi voorzet, mooie poging tot doelpunt. Uiteindelijk niet zoveel geworden. Daar gingen we behoorlijk de kluns in. Ik weet alleen niet wat die verdediger daar deed, die had gewoon door moeten stappen. Uiteraard komen wij daar goed mee weg. Ja, voor de rest hebben we er eigenlijk weinig aan toe te voegen wat deze wedstrijd te bieden. Ja, alleen tweede helft hebben we... Ik weet niet waarom die Arnason nog 5 kreeg. Ja, omdat hij een keer behoorlijk de fout in ging volgens mij. Maar voor de rest op zich zeg ik, die jongen heeft het vrij redelijk goed gedaan. Voor de rest hebben we eigenlijk wel heel standaard en vastbehouden gevoetbald. Waardoor er dus eigenlijk heel veel sessies 6,5 zijn gevallen. Dus ja... Prima werkend afgespeeld. Gaan we door naar de tussenstand. De Eredivisie speelt dag 21. Nou, PEC NAC Breda heeft verloren met 0-1 van FC Groningen. PEC Zwolle heeft gewonnen met 1-0 van Willem II. PSV heeft ook gewonnen met 1-0 van VVV Venlo. Utrecht heeft verloren met 2-4 van Vitesse. En dan komen wij bij Ajax, die heeft met 1-0 gewonnen van Excelsior. AZ met 4-2 gewonnen van FC Emmen. De Graafschap 0-0 gelijk tegen ADO Den Haag. En Heerenveen met 3-0 tegen Feyenoord gewonnen. Oeh, dat is goed nieuws. Heracles heeft uiteindelijk gewonnen met 0-1 van Fortuna Sittard. Dat maakt dus dat de stand uit dat... Feyenoord stond trouwens tweede, zo te zien. Ajax blijft de nummer 1 met 52 punten, waardoor Feyenoord met de tweede plaats bezit met 47 en wij PEC Zwolle met 46 op de derde plaats staan en PSV met 44 punten. Gezien omstandigheden wordt Ajax een lastige uitgave om daar langs heen te komen, nog eens goed te zien qua punten. We hebben de 46, Ajax heeft 52, dus op zich... Zou het mogelijk kunnen zijn dat we er nog wel doorheen langs heen komen. Maar uiteraard moet Ajax wel een paar keer gaan verliezen. Dan zullen wij nog wel weer in de buurt kunnen komen om eventueel kampioen te kunnen worden. Zo niet hebben wij pech gehad en hebben we toch nog een heel mooi seizoen achter de rug.
Promesi, ja, de jongen Yoon Jung-Chu heeft zijn debuut gemaakt in de eerste helft van de jeugdteam. Dat is toch weer mooi nieuws. Maar ja, veel hebben wij eigenlijk nog niet aan centrale verdedigers. Centrale middenvelders, dus daar moeten we even hard aan werken. Maar ik hoop wel dat ik jullie weer een leuke wedstrijd heb kunnen laten tonen voor wat vandaag het waard was. En zo ja, weer een vriendelijke vraag voor een like. Heeft een leuk berichtje. En uiteraard dan kunnen wij... daar reageren wij natuurlijk 100% op. Vergeet niet op een belletje te drukken voor de notificatie voor wat je graag op mijn kanaal zou willen zien. En ja, en natuurlijk niet te vergeten te abonneren om dat te kunnen doen. Goed, ik wens jullie nog een hele fijne dag en tot de volgende keer in de volgende wedstrijd van PEC Zwolle in PES 2019.